Dinsdag 25 oktober is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland. Tussen 11 en 1 uur schuift de maan tussen de zon en de aarde door. En we zien dan dat er als het ware een hapje uit de zon wordt genomen. Het maximum voor een gedeeltelijke zonsverduistering is om 5 over 12. 22% van de zonneschijf is dan bedekt door de maan. Wanneer de maan tussen de zon en de aarde doorschuift en de drie hemellichamen precies op één lijn staan, dan valt de schaduw van de maan op de aarde en spreken we van een zonsverduistering. Als we een denkbeeldige lijn trekken van de kern van de zon naar de kern van de maan en die lijn vervolgens doortrekken richting de aarde, dan kunnen we zeggen dat als die lijn de aarde raakt, dat daar sprake is van een zonsverduistering. Als de lijn net langs de aarde gaat, dan is er sprake van een gedeeltelijke zonsverduistering. Een zonsverduistering is prachtig om naar te kijken, maar kijk nooit rechtstreeks in de zon en ook niet met een zonnebril. Gebruik een speciale eclipsbril. Die bril is speciaal gemaakt om zonsverduisteringen te bekijken. Heb je geen eclipsbril, dan kan je ook de zonsverduistering volgen met een eenvoudig vergiet of een stuk karton waaruit je gaatjes hebt geknipt met een perforator. Houd vergiet in de zon en kijk naar de schaduw die valt op een vlak oppervlakte. Je ziet dan ook de kleine rondjes, maar de rondjes zijn niet rond. Overal is een klein hapje uit en dat is de gedeeltelijke zonsverduistering. En nu maar hopen dat het weer meewerkt tijdens de zonsverduistering, want als er veel bewolking is, dan zie je natuurlijk helemaal niets. Hou goed de weersverwachtingen in de gaten. Succes!